ze moet blazen. Jee. Oké, ze is uitgeblazen, hoor ik net. Net had er geen accu in, dus ik kon de intro niet opnemen, maar nu wel. Oké, het is vandaag zaterdag. Begin weer met een nieuwe vlog. Ik heb er heel veel zin in deze week, want in deze week gaan er heel veel dingen gebeuren. Ja, dat is echt heel leuk. Ja, kan ik het vertellen? Ja, vertel het gewoon. Nou, laten we beginnen met maandag. Maandag, nee, oké, we beginnen met zondag. Zondag heb ik wedstrijd, jij ook? Nee, alleen jij. Oh, ik heb wedstrijd. Ja, met Bel. Dus dat is morgen, ja, als er weer een nieuwe video online komt. Vooral kijken, ja. Dan... ja, maandag. Gaan ze allemaal vrij? Ja, we hebben ze allemaal vrij. Dan dinsdag ga ik naar Frank. Ja. Woensdag gaat mama naar... Brussel naar YouTube. En ik heb springles van Stephanie. Neem jij de vlogcamera mee of ik? Ja, ik denk maar. Jee, ik ga lekker vloggen. Dan, donderdag gaan we naar Jumping Achterhoek. Ja. Dan ga ik samen met Bel. Dan ga ik met Megan en Joyce een vrijdressuurkliniek geven. En dan hebben we vrijdag gaan we moeder weer naar Brussel toe, België, YouTube. Zaterdag, niks. Bel, zaterdag gaan we naar... Jumping Maastricht. Oh, is het dan al? Dan al, maar dan heb je alweer een nieuwe weekvlog. Oh, dan hebben we alweer een nieuwe weekvlog. En zondag hebben we volgens mij niks. Ja, ook wel. Maar ik weet niet meer wat. Nou ja, we hebben genoeg gedaan deze week. Dus veel plezier met kijken. Maar voordat je verder gaat kijken, we beginnen met zaterdag. Oké, het is een beetje donker en fris. Daarom heb ik ook een muts op. Maar Bel... dat even buiten. En tot het fris is, is ze meestal ook zelf fris. Dus daarom dacht ik, ik ga even loszetten. En dat heeft geholpen. Want dat gok even een beetje. Hé, pony. Dus kan ik zo even lekker poetsen en gaan rijden. En zadel natuurlijk. Ik ga niet zonder zadel. Oh, zo. Oké. Het is al wat donkerder. En wacht, als ik naar buiten ga. Ja. Ik ga wel binnen rijden. Want het is koud. En donker. Ik heb er wel helemaal opgezadeld. Ik heb een vlechtje in een kort heb gemaakt. En hier ook nog drie vlechtjes. Maar op een gegeven moment moest ik ophouden. Dus dan houdt het ook op. Oké, ik was van plan om te gaan rijden. Maar je hoort het waarschijnlijk al. Ik heb van een paar hele lieve fans heb ik een nekroop gehad en een heel mooi... Oh ja, ik zie nu dat ik een verkeerd om heb gedaan. Halve touw. Kijk, hier zijn ze. Ah. Ze hebben het heel lief gedaan. En ook... Spoon. Zo, is het lekker? Maar ik denk dat ik het ga eten. Een poging 2 om te gaan rijden, ja. Zo, Tess heeft net het proefje geoefend. De lieve dames waren even achter in de bak daarvoor gebleven, dus dat was erg lief. En ik mocht zelfs het balkje naar achter leggen, dus dat was ook heel lief. En nu moet er natuurlijk even over een balkje gesprongen worden door de gehele ponyclub. Zo gaat dat nou eenmaal, hè. Want leg een balkje neer en dan kan je daarover springen. En die dressuurwedstrijdjes, dat is natuurlijk gewoon allemaal maar duf en stom. En dit is gewoon leuk. Dus ja, zo gaat dat. Lang leven de ponyclub. En die ponies doen het ook gewoon, hè jongens. Vergis je niet, hè. Die doen dat gewoon. Of niet? Volgens mij heeft het gevroren, want onze ruit is een beetje... Oh, kijk, hij ontbreekt al. Nou ja, het komt omdat we vooruitverwarming hebben. Yay! Hi. Het is vandaag zondag en het is licht. Nou, dat komt omdat het 9:15 is. Dus dan is het licht. Yay! Jullie zagen net al dat onze vooruit bevroren was. Dat was niet heel fijn. Maar vandaag hebben we wedstrijd. Ik heb zelf een klot gemaakt. Alleen zit hij een beetje scheef. Het maakt niet uit. Wedstrijdspulletjes aan. Een appel meegenomen om mijn pony te verwennen. Zo. Ja. En ik heb wel heel veel zin in de wedstrijd. Mijn moeder zegt de hele tijd ik moet een boekje kopen. Ja, ik moet een boekje hebben. Een proefboekje moet ik hebben. Ja. Want wij hebben schermtijd ingesteld. Dus dan kunnen we na 8. Nou, ik na 8 niet meer proefje oefenen. Dus dan kan ik het via een boekje doen. Handig! En we kunnen dan uit het proefboekje voorlezen. Ook handig.
Nou, voor mijn moeder niet, want mijn moeder die is een beetje doof. Nee, niet doof, op dat moment is ze blind. Doof, blind en oud. Ja, oud, blind en doof was van mij. Doof, blind en oud. Nee, oud was. Oké. Dan zetten we maar een bril op. Waarschijnlijk showtime of zo, want normaal gesproken pak ze gewoon de spullen hoor, jongens. Ja, dat komt er allemaal bij kijken. Al je spullen moeten mee. Lukt het? Je kan beter die. Ja. Precies, je moet het dingetje pakken. Oké, heb je alles? Wedstrijddag. Zo, de ponyclub heeft zich weer verzameld. Hier is Tester wedstrijd gewonnen, equipehalster. Hij is toch wel groot hoor, Tess. Ja. Voor zo'n klein ponietje, ponietatje. Hé, die vlechtjes moeten wel af. Ze staan hier pas net, ik heb net tegen. Nou, dat is dan wel weer lief, lekker hoor. En hierachter hebben we Tirano, die al in vol ornaat is. Dus die is al klaar om te starten. Jij ook weer. Heb je er zin aan? B vandaag, hè? Ja. Spannend hoor. Kan je wel. Zo, vandaag is het, nou eens kijken, woensdag. Sinds vrijdag. Sinds woensdag is kreupels. Vandaag zondag, dus woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Vierde dag. Waarvan dus de derde dag. Zeg ik dat goed? Het is dan de 50, maar ja, maakt niet uit. In ieder geval, vandaag gaan we weer even wandelen. Dit is de eerste keer. Vandaag is de testwedstrijd, dus ik ben de hele dag hier. Ik heb toen mijn neefje werken, dat is fijn. Heeft mijn laptop meegenomen. En dan kan ik alvast dingen voor jullie doen. Dat is wel gaaf. Hier blijft een vrouw, kom maar. Het heeft gevroren. Het is prachtig weer. We gaan even buitenom. Ik weet niet of dat langer is dan 10 minuten, maar ja. Dus dan wordt het een beetje saai in je hoofd. Maar ik moet zeggen, ze is fris en fruitig en vrolijk. Dus wat mij betreft gaat het goed. Hoe het met je been gaat, weet ik niet. Maar je ziet er in ieder geval niks aan. Ik zal het even laten zien hoe ze loopt. Kom. Het is rechts voor, het witte voetje. Zoals je ziet, zie je eigenlijk niks. Het is lastig filmen zo. Van de zijkant, meestal makkelijker kijken. Ja, als ik niet loop, loop zij niet zo. Maar ja, zoals ik zei, je ziet de stap en draf eigenlijk niet zoveel. Behalve dus, ik moet goed zeggen, als ze op de rechterhand op de volt is, dan zie je het heel erg goed. Dus dat gaan we nog even niet doen. Want dat willen we natuurlijk niet, maar ze loopt verder prima. Ja, en 10 minuten vind ik wel een soort echt... Je hoort natuurlijk naar je dierenarts luisteren. Dus nou ja, misschien zijn het 11 of 12 minuten. We doen het er maar mee. Nou, roep maar. Nou, vandaag de wedstrijd. Ik heb helemaal zelf gevlogd. Ik had gisteren al 4 plekjes gedaan. Ik heb vandaag de rest gedaan. Ik heb in totaal 13 plekjes en dan een vlogje en een paar plekjes. Ik heb er lekker verwend in een afdruk en een doen. En ze heeft vandaag voor het eerst zelf geknotjes gemaakt. Vlechten doet ze al heel lang zelf. Maar kijk eens even wat een keurige knotjes ze gemaakt heeft. Nog niet de allerbeste van heel de wereld. Nou, maar ik vind het voor de eerste keer heel knap. Even bij de staart kijken. Ah, de staart die moet eerst krullen. Keurig, Tess. Heel netjes. Goed bezig, vrouw. Het is ook al helemaal gepoetst. Netjes. Ik ga nu de beentjes doen. Oké, heel goed. Zo. Ons Tessetje is bezig met het opzamelen. Dus even met de andere camera aan de slag. Ik heb niet de microfoon erop gezet, maar de vlogcamera geeft toch wel slechte beelden in de winter. Dan moet deze maar wat vaker mee. Lukt het? Ja. Goed zo. Nou, ze is er helemaal klaar voor. Wel een mooie golvende staart van de vlecht. Een golvende staart van de vlechtjes. Slag in de staart. Dus Tess die gaat lekker rijden. Het is vrij koud, dus we hebben even de uitrijdeken of de losrijdeken, of hoe je het wil noemen. Kontdeken erop gedaan. Iets fijner voor Bel in deze frisheid.
Tess heeft ook best frisjes, maar voor Tess hebben we geen uitrijdekens. Dan hadden we een jas aan moeten doen. We hebben een behoorlijk muziekje vandaag erbij. In deze bak is het een stuk warmer dan in de andere bak, dus dat is wel iets om rekening mee te houden als je zo meteen overstapt. Tess, je moet je nog melden. Wil je nog melden? Even zeggen bij de jury. Goed gedaan, meisje. Heel goed, ze heeft twee keer gewoon in een goede galop aangesprongen. Er zijn natuurlijk wel wat verbeterpuntjes, maar dit was ook wel erg goed. En vandaag hebben we weer een stap overwonnen. We zijn heel blij mee. Goed zo. Nou, kijk hoe het gaat. Het gaat niet, het is hier echt te donker. Klopt. Wat te horen. Ja, nu voor de zekerheid maken, zelf met de jury. We gaan kijken hoe het gaat. Ja. We gaan beginnen. AXC, binnenkomen in arbeidsdraf. C op de rechterhand. MF, middendraf. C, rechterhand. MF, middendraf. Het is maar goed dat ik een luchtbel laat het jasje aan heb, want het is echt wel heel warm. Zo, ook Tessa die helpt eventjes in het drie keer per dag wandelen. Dus die is nu even met Verona aan het wandelen geweest. En nu gaan we de deken wisselen. En dan gaan wij naar huis na een lange dag. Oh, Tess, hoe waren je proefjes gegaan? Echt heel goed. Ik had 290 punten. Ik was wel een half punt verschil met de eerste en de andere 4 punten. Maar ik helemaal niks uit, want ik ben voor mezelf ben ik eerste geworden. En in het echt ook tweede. Het is vandaag maandag en ik ga even bij de dierenarts langs om wat medicatie van Verona op te halen voor het hoesten. En ik moet met de 4K-camera filmen voor de vlogs. Omdat als je een vlogcamera hebt die anderen die kennen, dan om 3:30, ja het is echt 3:50, dan is het dus gewoon donker. En dan zie je op die vlogcamera niet zoveel meer. Ja, dat is dan voor jullie ook weer niet zo handig, want dan heb je alleen maar donkere beelden. Dus ik had bedacht dat ik toch maar wat vaker de 4K weer mee ga nemen. En dan zien jullie wat meer. Hij is wel voor een vlogcamera een beetje zwaar, een beetje groot. Maar aan de andere kant, elke keer die donkere beelden, dat lijkt me ook niet zo leuk. Dus dat. Ik ga nu naar de dierenarts. Dus daarna ga ik met Verona ga ik even wandelen. En nu regent het ook, dus dan zou ik niet eens kunnen filmen met deze camera. Maar goed, misschien is het even droog en lukt het wel. We gaan het zien. En Tessa die blijft even thuis. Die is huiswerk maken. Die moest iets met een project over het lichaam moesten doen. Ze wilde eerst iets met DNA en nu de bovenkant van het lichaam. Ze moest nog een werkstuk maken over Japan, geloof ik, dat ze dat nog aan het doen is. En nog wat dingetjes. Dus die blijft thuis. En dan zet ik wel gewoon eventjes in de stapmolen. Of ik zet er even los, hoewel het weer daar niet echt heel lekker voor is. Misschien wandel ik wel gelijk met Bel ook, want het is allemaal. Zo, ik ben op stal en het is oh wonder een soort droog. En ik vind het koud. Vind je het ook koud? Eventjes de... Oh, deze. Medicijnen voor Verona, voor Elisa. Hadden we nog beanies. Er zijn nog beanies, mocht je die ook willen. Dan kun je die bij ons in de webshop, noem je dat, kopen. En ik zal de link staat hieronder. En anders aan het eind. Dus ja, dat. Zo, vandaag doe ik een duo wandelen. Ik heb aan de ene kant Verona. Waar is ze? Ze loopt achter me. Oh, daar. En aan de andere kant heen, ja, daar.
Dus duur wandelen. Twee keer zo snel. Stak ik even mijn bel nog en dan. Vanavond mogen ze nog in de molen. Ja, Verona niet. Die mag wandelen, want die is kreupel natuurlijk. Maar het lijkt wel goed te gaan. En ze is vrolijk en fit, dus ik heb goede hoop. Zo, het is droog, dus na het wandelen nog allebei even in de paddock. Dan kunnen ze even synchroon rollen. Ik vind wel dat jullie nog een beetje moeten oefenen, dames. Ik kan het nog niet helemaal synchroon noemen. Ik weet ook niet of het echt heel veel helpt met zo'n deken op je rug. Maar blijkbaar is het lekker. Nou, vrouw Noes nog. Ja, ze krijgen medicijnen, dus dat zal vast binnenkort beter zijn. Of misschien komt het wel omdat ze net zand in haar neus kreeg van de rollen. Oh, je denkt ik ben klaar. Jij ook. Nou, blijf dan maar even buiten, Vini. Even bel halen. Zo, Elisa is er, dus ik mag naar huis. En dan morgen een nieuwe dag. Morgen gaan we naar Teteringen, Kim en Tessa. En ik ga wandelen met Verona. Dat is wat ik doe.